Wat een pad, moet je daar zien. Oh. Dit is een lekker land. Wat is dit mooi gewoon, Karja. Vandaag ben ik in de Franse Alpen, een paar honderd meter onder het dorpje La Rogière, onder de rook van de Mont Blanc. En ja, ben ik in de Alpen, dan ga ik altijd op zoek naar vlinders. Ik moet eerlijk zeggen, in dit dal is het een beetje moeizaam zoeken. En dat komt omdat dit een sportdal is. En op die pistes heb je helemaal niks te zoeken als het gaat om vlinders. Ja, hier en daar vliegt er eentje rond. Maar het stelt niet zo heel veel voor vergeleken met echte vlindergebieden, zoals bijvoorbeeld het Ostadal, precies aan de andere kant van de berg. Maar goed, ik heb hier een mooi pad gevonden, tegen de berg aan, een beetje rotsig. En daar valt de ochtendzon lekker op. En dat betekent dat hier de vlinders zich lekker gaan opwarmen. Dus dit is een vlinderrijk pad. Ik heb hier wat dambordjes gezien, een blauwtje, wat parelmoervlinders. De grote parelmoervlinder. Opwarmend. Totaal versleten. Nou, dit is echt, Karja, dit is echt zo wondervol schitterend. Wat mooi. Nog een spikkeldik kopje. En eerlijk gezegd, de namen, die weet ik nu nog niet. Dat ga ik even thuis opzoeken met de gids in de hand. Maar in elk geval, ik heb hier hele mooie soorten gezien. Ja, wil je in de Alpen dus vlinders gaan filmen of fotograferen of gewoon bekijken, zoek dan in de ochtend, op het moment dat de zon een uur of een paar uur op is, zo'n wandelpad op in de zon met wat kale rotswanden er tegenaan, dat warmt lekker op. En dan zie je die vlinders op die bloemen, op de planten of op het pad gaan zitten. De vleugels gespreid. Je ziet ze zichzelf echt warm pompen. Een ideaal moment om wat actieve vlinders te zien en te fotograferen. Nou ja, we zijn dus in de Alpen, de Franse Alpen. Dit is echt een heel mooi paadje om even uit te kammen op zoek naar bijzondere vlindersoorten. Een vuurvlinder en daarbovenop een parelmoer. Kun jij die parelmoer misschien van onder pakken? Ja, heel voorzichtig. Nou ja, maakt niet uit. Ik doe het anders zo wel even.